Frank Jansen, 77, de voormalige presentator van Paleis voor een Prikkie, heeft alle hoop op een nieuwe liefdespartner laten varen na zijn pijnlijke scheiding van Rogier Smit, 48. Ondanks zijn pogingen om via een datingapp een nieuwe relatie te vinden, vond Frank niemand die hij leuk genoeg vond. Hoewel er een man was die hem erg leuk vond, gelooft Frank dat een relatie van beide kanten moet komen. Het is nu al 3 jaar geleden dat het huwelijk van Frank en Rogier eindigde, wat resulteerde in een langdurige en bittere vechtscheiding. Gelukkig zijn ze allebei verder gegaan met hun leven. Frank stond aanvankelijk open voor een nieuwe relatie, maar als heteroman is het aanbod groot, terwijl als homoman die ook nog op jongere mannen valt, het aanbod bijna nihil is. Frank waardeert nu vooral zijn vriendschappen, zowel in Nederland als in Zuid-Frankrijk, waar hij een paar maanden per jaar verblijft. Hij heeft veel lieve vrienden en geniet van gezellige avonden samen. Frank geeft de voorkeur aan vriendschappen boven relaties, omdat vriendschappen over het algemeen langer duren. Hij voelt zich prima als vrijgezel en heeft geen behoefte meer aan een relatie.